Voorzitter, op de heer Jette het antwoord. We hebben namelijk donderdag een commissiedebat asiel gehad met mevrouw Faber. Zij heeft geen burgemeesters gebeld, maar ze zei ik neem altijd de telefoon op. Dus ja, dan kan er ook gebeld worden. Dat was het antwoord, dus dat hoeft verder niet meer te worden uitgediept. Overigens had de heer Van den Burg, die was de hele dag inderdaad, de staatssecretaris, de hele dag aan het bellen. Maar die had ook de eigenschap om de hele dag de voordeur open te laten staan. Ja, dan blijf je dus bellen. Dat was inderdaad het probleem. We hebben heel veel debat over gevoerd, maar als je de hele tijd de voordeur open laat staan, ja, dan moet je wel constant nieuwe plekken gaan regelen. Voorzitter, ik had eigenlijk een vraag over de opt-out. En dat mag. Dus ja, wanneer kijk, want daar hebben we het even over gehad, het briefje van mevrouw Faber. Wanneer krijgt de Kamer een goede onderbouwing van de opt-out? Wat is het strijdplan? Hoe gaat de premier zorgen voor meer body in Europa, meer landen die de lijn steunen van Nederland, Hongarije, om inderdaad de opt-outs te kunnen regelen? Ik ben heel benieuwd naar het plan. Dus wat zijn de fases en de termijnen? Voorzitter, eerder vandaag heb ik aan de heer Wilders aangegeven dat de eerste prioriteit van dit kabinet is om te zorgen in die samenstelling van 110, 111 crisiswet, algemene hervormingen, om daar al onze prioriteiten op te zetten. Tegelijkertijd dat het wel belangrijk is om het opt-out signaal aan Brussel te geven, zodat men weet dat dat in Nederland de wens is om dat te realiseren. Dat betekent dat het in de volgorde der dingen eerst nu zaak is om te zorgen dat we alles doen. Om te zorgen op nationaal niveau om datgene te doen wat we kunnen doen. En daarna gaan we verder met opt-out en niet eerder. Dat verbaast me een beetje, want ik dacht net dat mevrouw Jazielkes zei alles tegelijk. Daar ben ik het eigenlijk mee eens. Gewoon alle ballen omhoog. Want er moet gewoon gewerkt worden aan diverse dingen. Dus nationaal, internationaal, opt-out met de asielwetgeving. Dus kortom, er is toch helemaal geen reden om stil te staan op dit front. Er moet er gewoon gebuffeld worden. Ook in Europa. Daar kan de premier bij helpen. Daar kan de minister ook bij helpen. Als je in Europa bent, zorg voor dat commitment. Kijk of er diplomatiek, tactisch terrein gewonnen kan worden. Want het gaat niet vanzelf. Dus ik hoop niet dat het volgtijdelijk is van eerst maar eens even naar de asielwet kijken. En dan komen we nog eens een keer terug op die opt-out. Proost. Wil je het voor elkaar krijgen, dan zul je toch aan de slag moeten, denk ik, de komende tijd. Nee, zeker. Daarover geen misverstand. Maar als ik het heb over de periode die wij tot het eind van dit jaar, begin volgend jaar hebben, ligt het accent echt op andere zaken. Ook in het perspectief van het feit dat de opt-out een zaak van langere adem is dan de maatregelen die we nu echt op korte termijn op allerlei manieren moeten nemen om grip te krijgen op asiel. En dat betekent dat om dat buffelen kan je ook met de mensen die allemaal aan het werk zijn, je kan niet permanent op alles buffelen. Dan houden ze dat echt niet vol. En daarom wil ik die volgordelijkheid inbrengen om ook te voorkomen dat mensen volstrekt overwerk raken met alles, al onze ambities die we als kabinet hebben om te realiseren. Daarom breng ik daar een volgorde aan. Voorzitter, ik wil helemaal niemand uitputten. Dat doen we hier zelf wel. Maar het gaat er mij om, geef me dan een indicatie. Kijk, dat hoeft ook niet meteen, maar dat we enige houvast hebben. Doe dan, als het kan, die toezegging, premier, van dat is ongeveer de looptijd die wij willen inzetten voor het bereiken van een opt-out. Want anders blijft dit echt hangen in het vage. En dan staan we in maart hier weer en dan zeggen we, wacht eens even, waar is de opt-out gebleven? Voorzitter, misschien is begin volgend jaar wel een mooi moment om daar de stand op te maken over wat onze planning is ten aanzien van de opt-out.